We gingen 30 april op Koninginnedag op stap met de camera. Rise and shine, come on, let's roll. Me and my baby, we're pure as gold. It's a beautiful day, so let's fly away. The two of us rushing to Wat betekent Koninginnedag voor jullie? Buurtfeest. Gezellig spelletjes doen met z'n allen. Gezellig samen voorbereiden, leuk zonnig dagje hebben. Plezier maken. En voor jou? Hetzelfde. Wat betekent Koninginnedag voor jou? Spullen die je nooit meer gebruikt kan je kwijtraken. En dan kan je ook weer dingen die anderen niet meer gebruiken ook verkopen. Ja, dat is hele goeie. En wat hebben jullie allemaal verzonnen dit jaar? Nou, we hadden het fameuze schoenwerpen. Op blikken met afbeeldingen van mensen die wij het waard vinden om schoen naar hun hoofd te krijgen. Zoals Gargamel van de Smurfen. Maar er zaten ook andere mensen tussen, Sarah Palin en anderen. We hadden een grabbelton, altijd prijs. We hadden touwtrekken. Wat hadden we nog meer? Piepersmappen. Oh ja, onze hit was toch wel de piepersmappen. Oh ja, Lena heeft daar een prijs mee gewonnen. En is het druk geweest vandaag? Enorm. We konden het met z'n allen maar net aan. Ja, dat was de hoofdprijs. 3 keer raakgemapt. Ja. Dankjewel. Oké. Hebben we een gooien? Ja, ik! Ride as rain, feeling strong. Oh, oh, oh. You and me, we can go wrong. Waar gooi je nou mee? It's a beautiful day. Koninginnedag voor jou? Lekker naar buiten gaan. Een beetje op een rommelmarkt te struinen. Ja. Heb je nog wat leuks gezien? Ik heb vandaag een Polaroid foto laten nemen. En dat was heel leuk. En ik heb nog niks gevonden op de rommelmarkt. Dus ik moet nog even verder zoeken. En wat betekent Koninginnedag voor jou? Ook lekker naar buiten gaan en leuke dingen doen. En met vrienden en zo. Gewoon gezellig. En wat is het leukste wat jij hebt gezien vandaag? Dit, want dit is eigenlijk ook het eerste wat ik zie. ik ben net wakker. Uitslapen hoort er ook bij. Ja, dat is heel belangrijk op Koninginnedag. Ja. Heb je al veel gekocht vandaag? Ja. We hebben heel veel gekocht. Net als tv's en schilderijen en zo. Spelletjes. En wat betekent Koninginnedag voor jou? Gewoon een gezellige dag. Mij. Ik vind het gezellig om in de stad te staan en leuke spulletjes te verkopen. Spulletjes van mijn kleinkind allemaal.
En, ben jij het klein kind? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Heb je al wat verkocht? Heel veel. Ja? Allemaal speelgoed heeft ze verkocht. Ja. Dat is leuk, hè? Yeah.